Welkom bij een nieuwe podcast van de Dutch Online Academy. Voor transcripts, visit thedutchonlineacademy.com. Hier will je ook meer informatie over grammar en groeplessen. Hey Charlotte! Hoi Tom! Fijn om te zien dat ik niet de enige ben die vandaag op kantoor werkt. Tja, het is inderdaad erg rustig. Veel mensen nemen vakantiedagen op tussen kerst en oud en nieuw. Had jij geen behoefte aan vakantie? Nee, niet zo. Ik ga in februari op reis. Dat is veel goedkoper. Vliegtickets en hotels zijn meestal enorm duur tijdens de schoolvakanties. Wat leuk. Waar ga je naartoe? Naar de Canarische eilanden. Naar Tenerife om precies te zijn. Ik ben de donkere dagen helemaal beu en kan wel wat zon gebruiken. Je hebt groot gelijk. Een beetje zonlicht doet de mens goed. Zeker, maar het duurt nog even hè? Eerst nog de jaarwisseling en januari. Heb je wilde plannen voor oud en nieuw? Nou, eigenlijk wel. Gewoonlijk ben ik bek af na de kerstdagen en houd ik het rustig met oud en nieuw, maar dit jaar heb ik leuke plannen. Wat ga je precies doen? Nou, s'avonds ga ik naar de mensen van de Spelletjesclub. Ik geloof dat ik je wel eens wat over die club verteld heb. Ja, dat klopt. Jullie spelen kaart- en bordspelletjes, toch? Zoals Risk en Katan. Precies. Maarten, die ook bij die club hoort, heeft een ontzettend mooie studio in het hartje van Amsterdam. Vraag me niet hoe hij eraan komt. Hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad toen hij een woning zocht. Maar we gaan dus spelletjes spelen bij Maarten en hij gaat zelf oliebollen voor ons bakken. Vanuit zijn appartement heb je een fantastisch uitzicht over de stad. Dus als het 12 uur is. Gaan we op zijn balkon staan en proosten we met champagne. Wauw, ik ben jaloers, dat klinkt fantastisch! En gaan jullie daarna nog wat doen? Jazeker. Daarna gaan we naar het huis van Stijn. Hij woont nog in een studentenhuis en daar wordt een huisfeestje gegeven. Ik ben eigenlijk niet zo van het stappen, maar zo'n huisfeestje lijkt me wel leuk. Er komt ook een echte DJ, en wie weet gaan we daarna nog de stad in. Nou, zo te horen, luid jij het nieuwe jaar feestelijk in. Ik hoop dat je nog genoeg energie over zal hebben voor de rest van 2023. Haha, dat zal wel goed komen. En wat ga jij doen? Niet veel, om eerlijk te zijn. Ik heb helemaal geen plannen gemaakt. Maar ik vind het ook heerlijk om lekker op de bank te liggen onder een dekentje en de Oudejaarsconferentie te kijken. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen heb ik het met familie gevierd. Wij kijken ook altijd naar de Oudejaarsconferentie. Ga je nog vuurwerk afsteken trouwens? Natuurlijk niet. Dat mag niet eens in het centrum van Amsterdam. Maar misschien zullen we wel een paar sterretjes afsteken. Ah ja, sterretjes kun je nauwelijks vuurwerk noemen. Maar welk vuurwerk mag wel en welk vuurwerk niet? Hoe zit dat nou precies? Ja, het is een beetje verwarrend allemaal hè. Ik heb het toevallig laatst opgezocht. Er zijn verschillende categorieën vuurwerk. De eerste categorie noemen ze F1. Dat is simpel vuurwerk dat je eigenlijk altijd mag afsteken. Zoals sterretjes en van die ijsfonteinen die je soms op een verjaardagstaart ziet. Je moet wel 12 jaar of ouder zijn. En met oud en nieuw mag je ook ander klein vuurwerk gebruiken. Maar dan moet je 16 jaar of ouder zijn. Het vuurwerk uit deze categorie noemen ze F2. Al het andere vuurwerk is verboden. Je mag het vuurwerk uit categorie F2 trouwens alleen afschieten tussen 31 december. Om 6 uur s avonds en 1 januari om 2 uur s nachts. Dus je mag wel vuurwerk uit categorie 2 afsteken in Amsterdam? Nee, in sommige steden hebben ze vuurwerkvrije zones. Daar mag je dus helemaal geen vuurwerk afsteken, behalve het simpele vuurwerk uit de eerste categorie, zoals sterretjes. Ah, oké. Okay. Nou, eigenlijk vind ik het wel prettig dat er nu meer regels zijn. Mijn hondje is altijd zo bang voor al die knallen. Oh, ja, natuurlijk. Ik was vergeten dat je een hondje had. Hé, hey, trouwens, als je met oudejaarsavond niets te doen hebt, kun je ook naar Maarten komen als je dat leuk lijkt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. <laughs> dat is heel aardig van je, maar is dat niet gek? Ik ken dan helemaal niemand, alleen jou. Nee joh, ze zullen het juist gezellig vinden. Er zijn meer mensen die iemand meenemen. Nou, goed, leuk. Misschien kom ik dan wel even een oliebolletje met jullie mee eten en proosten op het nieuwe jaar. Maar ik ga niet mee naar dat huisfeestje hoor, want ik moet mijn krachten sparen en redelijk vroeg naar bed gaan. Oh, waarom? Ik ga op 1 januari in de ochtend naar Scheveningen om de nieuwjaarsduik te doen. Dat meen je niet? En dat vertel je me nu pas. Wat dapper van je. Wordt het je eerste keer? Nee, mijn tweede. Ik heb in 2013 ook meegedaan. Ik wil het iedere tien jaar doen. Nou, jij liever dan ik. Het lijkt me ongelooflijk koud. Dat is het ook. Als je het water ingaat, is het niet zo erg, maar als je het water weer uitkomt, heb je echt het gevoel dat je vingers en tenen eraf vriezen. Dat geloof ik. Wil jij trouwens nog koffie? Ja, graag. En zullen we daarna maar eens aan de slag gaan? Goed idee. Anders begint het meer op een vakantiedag dan een werkdag te lijken. <laughs> Thank you for listening to the Dutch Online Academy. For transcripts and information about Dutch learning, visit thedutchonlineacademy.com.